Nou, we hebben weer een update. Super gaaf. Aanstaande vrijdag. Het is vandaag ook vrijdag, dus over een week. Wordt het paard gekeurd waarvan we denken dat het wel bij ons past. Dus hopelijk komt ze dan vrijdag bij ons en wordt ze goed gekeurd. Nou, met dit goede nieuws, waar we natuurlijk heel blij van worden, is het natuurlijk ook tijd om aan een aantal spulletjes te beginnen. Want of ze nu goed gekeurd wordt of niet, als je een paard aanschaft, dan heb je natuurlijk spullen nodig. Dus ik heb besteld bij Ruiterhart, een super gave webshop waar heel veel in geholpen wordt, maar ze je ook met je meedenken. Dus dat is altijd wel heel erg fijn. Ruiterhart is ook onze sponsor, dat moet ik er wel even bij vertellen. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Er staat een enorme doos voor mij, echt enorm. Dus ik ga de camera nu eventjes naar beneden doen. En dan kunnen jullie met me meekijken wat er allemaal in de doos zit. Nou, ik hoop dat jullie het zo allemaal een beetje kunnen zien. Het is wel mega groot die doos, dus ik weet niet of ik alles heb nu. Hier kant op. Eerst moet die open. Dus dat gaan we nu doen. Het is nu laat. Dat is wel fijn, want anders had Tessa niet geslapen. En die mag natuurlijk nog steeds van niks weten. Het is wel spannend. Zo. Gaat die? Ta-ta-ta-ta-ta. Open. Nog meer open. Oh, nou komt hij weer jullie voorbij. Ta-ta-ta. Nou, kijk of ik jullie een beetje verder nog erin kan laten kijken. Ja. Dus dit is allemaal vol met allemaal spullenboel. Ik zal het er één voor één uithalen. En zo kunnen jullie dus zien wat er allemaal in die doos zit. Als je het nou leuk vindt om van de artikelen zelf een video nog te krijgen, dat kan natuurlijk. Dan moet je even een duimpje omhoog geven. Of hieronder in de comments achterlaten welk artikel jij een aparte video van zou willen hebben. Nou, als eerste heb ik hier een kaptoon. Dat is een, eigenlijk gewoon een halster en daar kan je mee logeren. Zoals gezegd, wil je meer informatie over de producten hebben, dan moet je gewoon eventjes hieronder in de comments achterlaten. Dan maak ik een aparte video van. Die is dus om te logeren. Het ruikt ook altijd wel lekker. Ta-da-da-da-da. Een hoofdstel. Ja, super gaaf natuurlijk. Ik zie hier heel veel riemen natuurlijk. Ik zie hier heel veel riempjes. Er zitten teugels bij. Nou, speciaal voor Tess een gouden frontriem. Zo. Maar goed. Dan hebben we hier peesbeschermers. Altijd handig. Ik heb gewoon maat vol genomen. Dus op zich, net zoals ik zeg, ik hoop het natuurlijk niet. Maar mocht ze afgekeurd worden, dan kan dat gewoon bij elk ander paard ook. Dus die. Een spons. Ja, paardwerk heeft, dan moet het natuurlijk afgesponsd worden. Dit is ook wel een handig dingetje. Super handig dingetje. Dit is om de schoftmaat te meten. Dus dit zet je op het paard en dan kan je de schoftmaat meten. Of hoe groot, hoe noem je dat? De gulp is van het zadel. Dus handig ding, super. Nou, we hebben hier nog. Oh, ik zie dat ik nog een keer mijn mes nodig heb. Het is namelijk een doos in de doos. Ik moet even iets vinden. Ja, dan krijg je ze bij prinseshaartjes bent. Dan heb je in ieder geval kam. Zo. Ja, dit is natuurlijk helemaal goud. Dit is glitter. Ik ga het dichterbij houden. Glitter hoefgel. Nou, dan kan je dus je paard een roze glitter hoeven geven. Ja, dat vind ik dat natuurlijk geweldig, maar stiekem vind ik dat natuurlijk ook wel leuk. Even kijken. Oeh. Himalaya zout. Ja, dat vind ik lekker. Blauwe tinctuur. Dichterbij houden. Dan heb ik hier nog zo'n gaaf potje. Ik zal hem even openmaken ook. En dit is ook glitterspray, maar dan voor de vacht. Felglans met glitter en duft. Ik weet niet wat duft is, maar in ieder geval je krijgt je paard van glitteren. De bovenkant van de glitterspray. Hier heb ik leerolie. Dus voor het zadel, hoofdstel, dat soort dingen. Voor het onderhoud. Oh ja, dit is ook wel een handig dingetje. Dit is een blok waar je vlekken van de huid of van de uit de vacht van het paard makkelijk weghaalt. Dus misschien ook wel voor een zond. Betadine. Een zadelspons. En voor je laars kan je het ook gebruiken om het zadel schoon te maken. Snoepies. Dan hebben we nog een mooie hoevenkrabber. Een zadelzeep. Een blauwe roskam. Uiteraard een zweetmes. Gewoon een borstel. En sterretjes. Dan krijgen we hier. Ja, dat is wel een dingetje, zeg maar. Dit is een longeerhulp. Dus dit hele
Zo, dat is de longeerhoop. En als laatste, ja, die is heel groot, dus ik ga alleen hem even omhoog houden. Maakt ook een hoop herrie. De deken. Zo kan je hem beter zien. Het is een 300 grams winterdeken. En die is ook waterdicht. En nou ja, het is gewoon een perfecte deken. Nogmaals, wil je een van deze producten een aparte video van? Even hieronder achterlaten. Of een duimpje omhoog. Als je hieronder erbij zit welke van welk product je video wil, dan is het iets makkelijker voor ons. Maar het is dus een bussendeken. Nou, ik had nog een paar dingetjes besteld. Maar goed, die komen nog nageleverd. En ik heb natuurlijk nog een week. Dus geen enkel probleem. Ik ben super blij met al deze spullen. Ik vind ze ook super gaaf. De volgende keer dat er weer bij komt, of dat de volgende bestelling komt, dan maak ik gewoon nog een video erover. Ik begin steeds zenuwachtiger te worden, want vrijdag is de keuring al. En ik hoop zo dat het goedgekeurd wordt. En dan gaan jullie dat natuurlijk allemaal zien. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken. Ik wil onze sponsor Ruiterhart enorm bedanken. Super fijn om al deze artikelen binnen te krijgen. Toen jullie begonnen aan een paard, of als je wil beginnen aan een paard, waar denk jij dan aan dat je allemaal nodig hebt? Dit is mijn beginnerset. En er komt nog meer bij, dus ik doe het in twee delen. Maar laat hieronder dan nog achter, want misschien ben ik nog wat dingen vergeten. Dat kan natuurlijk. Bedankt voor het kijken en ik zie je graag bij de volgende video. Doeg!